I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Dames en heren, we zijn hier live op de Energie. En we zijn hier op een Olympische boot met verschillende sporters die ook verschillende presentaties hebben geleverd. We gaan nu ook eentje interviewen. Als eerste hebben we de hockeydames. Loop maar even mee naar de hockeydames. Gaan we ze even interviewen. Dames, op het week om de Olympische Spelen heb je het niet zo heel erg goed gedaan. Wat ging er mis? We hadden niet onze wedstrijd. Nee, het was helaas, maar alles ging goed, behalve het scoren. Helaas. Maar jullie hebben nog steeds een medaille gescoord, zie ik. Ja, tweede plek, hè? Troostprijs. Troostprijs. Nee, duidelijk. Nou, heel goed. Gaan we door naar andere sporters. Ik ben op zoek naar een judoer. Ah, de judoer is er even niet. Ik zie Will Gregg. Mag ik jou heel wat vragen? Het hele WK hebben ze je naam volgeschreeuwd in het stadion. Waarom heb je niet gespeeld? Nou, weet je wat het eigenlijk is? Je bent eigenlijk best een legende. Als je 0 minuten gespeeld hebt, het hele EK kent je. Heel goed. Ik vind het een top antwoord. Ja, en ik heb een welbekende tennisser gezien, Richard Krajicek. We lopen even naar naartoe om te vragen om commentaar. Ik sta hier wel bij Richard Krajicek en ik wil eigenlijk weten waarom hij niet in actie is gekomen op een tennistoernooi. Ik versta je niet. Hij verstaat me niet. Er is iets mis met de communicatie. Doe maar gewoon alsof je iets zegt. Oké. Nou, mijn stem is een beetje weg, dus ik ga proberen mijn best te doen. Als Richard Krajicek heb ik natuurlijk veel gewonnen, grote toernooien gespeeld. Tegenwoordig als tenniscoach hartstikke succesvol. En mijn nieuwste leerling, Marciano Mancini, maar die moet zich nog even op andere sporten focussen. Daarna gaan we focussen op de tennis. Op welke sport zou hij zich moeten focussen dan? Cricket, absoluut. Cricket is de upcoming nieuwe sport van Nederland. Nou, dames en heren, volgens mij is het duidelijk waar Marciano Mancini zich ook moet gaan richten. Helemaal goed. Hierbij sluit ik weer. Profileren. Wij staan hier bij powerlifter Bart Kooijman. Nou ja, powerlifter Bart Kooijman. Die wil natuurlijk wel even een verhaaltje kwijt. Want die is niet voor niks een powerlifter geworden. Ja. Hoe komt het dat jij zo sterk bent geworden? Ja, veel oefenen en veel bier drinken. Het komt allemaal goed als je veel bier drinkt. Je hoort het, dames en heren. Deze boot is tenslotte ook het Heiland Hollandhuis. Jezus, Heineken Hollandhuis. Ja. Dat betekent dat we ook Heineken hier drinken en het gaat natuurlijk allemaal voor de sportprestaties. We zijn natuurlijk zeer benieuwd of jij ook een paar van je prestaties kan laten zien als powerlifter. Wat nog een keer? Of jij een paar van je prestaties kan laten zien als powerlifter. Kan je wat voordoen? Een baard. Waar is je gewicht? Je hebt Christian. Oh, hij is zijn gewicht even kwijt. We zijn zo meteen bij je terug. Dames en heren, we zijn weer terug bij Bart Kooijman en die gaat even een paar van zijn oefeningen voordoen. Bart, aan jou de eer. Ga je gang. Daar gaat hij, dames en heren. Oh jee. Oh, hij heeft er moeite mee. Oh, wat een geweldige prestatie. Super. En natuurlijk zijn welverdiende biertje. Heel goed.